Goedenavond, beste kijkers. Welkom op de persvoorstelling van Mrs. Universe 2016. Ik sta hier bij Ronnie, organisator van de verkiezing en tevens van Mrs. Glamour. Dit is het eerste jaar dat je echt de verkiezing van Mrs. Universe organiseert. Wat verwacht je eigenlijk van je kandidaten? Wat verwachten wij? We verwachten eigenlijk dat ze... Een van de vereisten is dat ze tweetalig zijn. In opzichte van normale tweetaligheid is Nederlands-Frans, maar hier is Nederlands-Engels. Omdat Engels is de voertaal voor Mrs. Universe internationaal. Wat verwachten wij? Wij gaan een parcours afleggen met een aantal workshops. Ik verwacht van hun dat zij mondig zijn, dat ze een présence hebben. Want het is trouwens, ja, het is internationaal, dus een internationale uitstraling, kortweg gezegd. Ja. De finale is eigenlijk al heel dichtbij. De meisjes hebben nog 2 maanden. Wat mogen wij zoal verwachten van de finale? Van de finale is, je kunt een beetje vergelijken met een traditionele finale. Het zijn de traditionele dingen zoals badmode, vrije tijds, avondkleding. Maar we steken er ook iets internationaal in. Maar daarvoor zouden eigenlijk jullie kijkers moeten komen kijken. Want het is een beetje, ja, ik mag het niet naar buiten brengen nu. De kijkers die graag willen komen, naar waar moeten zij komen, hoe laat en wanneer? Finale is op 26 november in Altheim Hotel in Grobbendonk. Voor de VIP's is de aanvang 19 uur en voor het showgedeelte 20 uur. Dus ik zou zeggen allen daarheen, maar wel best via de dames qua tickets, want we zijn zo goed als uitverkocht. Voilà, u hoort het. Eerste jaar voor Mrs. Universe. Wij hopen natuurlijk op nog vele meer. Veel succes met je verkiezing en dat beste meisje mag winnen natuurlijk. Uiteraard, dankjewel.